Hoi, welkom bij Wat, de videoserie van Peugeot. Willen wij alle vragen en onzekerheden omtrent elektrisch rijden voor jullie beantwoorden en wegnemen. Mijn naam is Yvette van Automeisje en samen met Peugeot-expert Paul gaan we jullie meenemen in de wereld van elektrisch rijden. In deze aflevering gaan we het hebben over het opladen. Maar hoe werkt het nou eigenlijk? Nou, je vet, er zijn eigenlijk vier manieren om de auto op te laden. Thuis via een conventioneel stopcontact, via een wallbox, via een laadpaal. En je hebt ook de mogelijkheid om snel de batterij op te laden. Dit is zo'n wallbox, hè? Hoe gebruik je die thuis? Nou, je vet, deze wallbox, dat is echt de ideale oplossing om thuis de auto op te laden. Bij de wallbox is de kabel verbonden met de wallbox. Dus je hoeft nooit te gaan zoeken achter in de kofferbak of thuis in de garage waar kabels. Je losse kabels is. Ideaal. De laadaansluiting zit op dezelfde plaats als bij een auto met een verbrandingsmotor waar je de diesel of de benzine bij vult. Ja, ik zie het. Het is eigenlijk heel simpel. Maar weet je wat? Probeer het eigenlijk zelf maar. Oké. Nou, dit moet maar lukken. Ik kan op één manier erin, hè? Ja. Oké, dan gaat wat branden nu. Ja, je ziet nu de LED wit gaan branden, een soort welkomstverlichting. De batterij, de auto, wordt nu nog niet opgeladen. Om opladen te starten, heb je deze nodig. Een tagje. Een tag, die gaat hiervoor. Hou maar voor de wallbox en dan hoor je bij het piepje dat die start met het laden van de auto. Je ziet het nu ook aan de auto, want nu gaat het LEDje groen knipperen. En knipperen betekent de auto wordt opgeladen. Kan iemand zo die stekker eruit trekken? Nou, is dat probeer veilig? Het zelf maar. Nee. Nee, je merkt op het moment dat het laden start, wordt de laadaansluiting vergrendeld en kan niemand onderweg zomaar de laadaansluiting uit de auto nemen. Maar hoe kan ik nou zien of die vol is? Of moet ik dat zelf timen? Of? Nee, op twee manieren. De eerste is bij de auto. Op het moment dat de LED permanent groen brandt, is de auto volledig opgeladen. Of thuis, binnen, op je smartphone, in de app. Maar is het nou altijd veilig? Kan ik gewoon in de regen laden? Het is 100% veilig. Je kunt in weer en wind, regen, zonneschijn, het maakt niet uit. Het opladen is altijd 100% veilig. Nu ben ik onderweg. Hoe werkt dat dan met laden? Onderweg zijn er twee mogelijkheden. Via een openbare laadpaal of via een snellaadstation. Laten we daar eens gaan kijken. Paul, in hoeverre is dit nou anders laden? Nou Yvette, we zijn hier bij een snellaadstation. En voor het snelladen worden op dezelfde laadaansluiting de onderste twee aansluitingen gebruikt. En hoe weet ik dan welke ik moet hebben? Oh, dat is deze, zie ik. Ja, dat is tegenwoordig de standaard. En het aansluiten gebeurt eigenlijk op dezelfde wijze. Ja. Dus op het moment dat de LED weer gaat knipperen, in groen, start het laden. En hoe lang gaat hij daarover doen? Nou, dit is snel laden en dat betekent dat de batterij voor maximaal 80% wordt opgeladen, maar wel in een half uur tijd, dus in 30 minuten. Mooi. Kunnen wij weer door? Doen we! Dit was aflevering 3 over het opladen. Volgende keer gaan we het hebben over de app. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Tot dan!